Hallo allemaal, we slikken hier. Ik ben weer een potje aan het rammelen in de Kolberg, de Tier 3 Duitse Kruiser. Met zijn 12 kanonnen. Prima schip. Alleen niet zo heel, niet zo heel snel. Het had snel gekund voor een kruiser natuurlijk. En ook zijn zijn kanonnen een beetje mietjes om het zo te zeggen. Goed, nou. Hopen dat we snel tegenstander spotteren. Spotificeren juist. Die zit precies binnen mijn schootsafstand. En daar zag ik er nog één binnen mijn schootsafstand. Waar is die gebleven? Laten we toch eens even die concentreren. Hey, die zit wel verder bij nog. Dat is ook een beetje het probleem. De boogjes zijn nogal groot, om het zo maar even te zeggen. Toch een beetje raak. Ik was niet eens detected. Oké. Okay. We gaan natuurlijk nu op mij mikken. Tenminste, dat mag ik gokken. Oh, nice. Goed, toch al een paar aantal schepen. Schoten gelost. Als je los kan gaan met het ding, is het wel heel erg gaaf dit. Omdat je ontzettend snel de schoten kan los, om het zo maar eventjes te zeggen. Ik had in een andere partij die ik niet opgenomen was, want uiteindelijk was de uitslag echt belabberd. Maar wel 115 hits. 115, hè? Dat is gewoon echt bizar veel. 115, dat heb ik volgens mij nog zo'n 300 of dergelijks gehad. Een beetje bijdraaien. Dat is echt heel erg mis hoor dit. Maar goed, tegenover een T3. Ik ben benieuwd. Vuur en vlam, jongens. Dat doet hij dus mooi bij mij nu. Echt mis, hè? Ik ga omdraaien en ik ben weg van. Ja, ik vind het gek. Juist, daar doen we het voor. Hoppakee, dat waren 3 Citadel hits. Sucker! Hoppakee, dit is een mooi potje, dat duurt al hoor. Goed versneld, ik zit niet op te letten. Zo, snel, kleine wikkertjes. Opletten. Iemand is daar dood. Ik nog niet in ieder geval. En daar zou je die wikker weer hebben. Ja. Blijven we gewoon bestoken. Gaat voor zijn smokescreen. Mag ik toch nog een zootje damage kunnen doen. Wat hebben we daar? Een Kawachi. Laat die maar van mij over, jongens. Dat is een karate, jongens. Oh, netjes jongens. Netjes. Goed. Waar zit die eikel? Daar gaan we opstomen. Oh, het ziet eruit als een goed potje te doen. Ik kan het net niet zien. Blijven letten natuurlijk. 4 damage. En op die
zijklijntjes natuurlijk bijna niet te doen om een citadelje te halen. Dus ik ga me mooi aan de andere kant bemoeien met die andere Koolberg die daar vaart. Weggedraaid, dat is ook jammer. Goed. Het zij zo. Hoppa, die is ook dood. Wie zegt het dan? Ja, dat is prima. Maar we zijn hier niet gekomen om een beetje angsthazig op Dominezi te gaan winnen. We zijn natuurlijk gekomen om hier een paar scheepjes even te knallen. Nee? Dan maar eventjes de vuur laden totdat het dichterbij komt. 88 hits, 3 Citadel hits en 1 zonkenschipje. Je moet wel even wachten totdat we er voorbij zijn. Eilandrein, nou deels. Hey. Dat meen je niet. Dit ga je niet menen. Dit ga je niet menen. Jeetje mine. Nou, dat was een heel leuk potje. En daar zie je dus wat er gebeurt als je stomme idioot in je team hebt zitten. Nou, dat kan dus ook gebeuren. Ik ga het toch posten, dat jullie kunnen zien dat en de Koolberg gewoon een cool schip is. En een ongelooflijk stomme idioot in dit spel zit af en toe. En hij zegt ook nog, no problem, doe het ook. Hè. Het is niet te geloven. Goed, Almer Stiekem, bedankt je. Ik bedank hem. En mocht je mijn filmpjes leuk vinden, word even lid van mijn YouTube kanaal. Deel mijn filmpjes, like mijn filmpjes. Geef een commentaar op. Heb je vragen, kan je het ook via de commentaarsectie geven. En... bedankt voor het kijken, tot op zee en happy hunting. Hoi hoi!